Beste orgelliefhebbers, de Vivaldi-serie is speciaal gebouwd om thuis te kunnen genieten van prachtige orgelklanken. De serie bestaat uit de Vivaldi 150, 250 en 350. Stuk voor stuk orgels met bijzondere kwaliteiten en eigenschappen. Met de Vivaldi heeft u een speciaal orgel in huis, op welk model uw keuze ook valt. We staan hier bij de Vivaldi 350. Een drieklaviers orgel met alle mogelijkheden die een organist zich maar kan wensen. Het orgel heeft 57 sprekende stemmen binnen 4 stijlperiodes. Historisch, barok, romantisch en symfonisch. Een nagalmsysteem waarbij u de keuze heeft uit maar liefst 12 galmen. Van een kleine muziekkamer tot een grote kathedraal. Als optie kunt u kiezen voor de live reverb waarmee u de nagalm en akoestiek van maar liefst 12 beroemde kerken en concertzalen in uw huis kunt halen. Onder andere de Oude Kerk in Amsterdam, de Bovenkerk van Kampen en de Kathedraal van Bonn. Ook bestaat de mogelijkheid om het klavier van het hoofdwerk en het positief te wisselen. Het orgel heeft maar liefst 11 historische stemmingen. Onder andere de middentoon en de werkmeister. Dit alles is vormgegeven in een prachtig meubel met een gebogen groepering, alles onder handbereik, kortom zeer ergonomisch. Een aantal van de zojuist benoemde mogelijkheden wil ik graag samen met u eens nader bekijken. We beginnen bij de historische intonatie. Oude muziek laat zich het beste vertolken op een orgel met historisch pijpwerk in een niet gelijk zwevende stemming. In de aria Con Variazione van Girolamo Frescobaldi horen we een aantal karakteristieke registraties in de middentoonstemming. Zo helpt de Vivaldi 350 ons met een enkele druk op de knop om meer affiniteit te krijgen met deze oude Italiaanse muziek. Het tijdperk van de barok heeft niet alleen rijke versieringen achtergelaten in de architectuur en de schilderkunst, ook de orgelcultuur heeft daar het nodige van meegekregen. De vraag naar verschillende klankkleuren voor de Cantus Firmus valt ook op deze Vivaldi te verwezenlijken.
U hoorde de boventoonrijke trompet. We luisteren nu naar een lieflijke Nazaar drievoet. Natuurlijk kunnen en willen we in de barokperiode niet om het triospel heen. Het orgel kent ook volop mogelijkheden om een plenum samen te stellen, daarbij gebruikmakend van de ruimte van een grotere kerk. De stemmen binnen de romantische intonatie kleuren meer naar elkaar toe, zodat we meer en meer combinaties kunnen maken. Zeker op een drieklaviersorgel met dispositie als deze Vivaldi schept dit ontelbare mogelijkheden. En dan is het ook fijn dat je als speler het overzicht hebt op de complete dispositie. De lieflijke fluiten samen met de melancholische prestanten zijn een lust voor het oor. Maar ook nu blijft er volop aandacht voor de solostemmen, bijvoorbeeld die prachtige Vox Humana. Thank you.
En natuurlijk het oerdegelijke volle werk voor de koraalbewerkingen. Komen we bij de laatste intonatie, de symfonische, dan denken we met name aan de Franse orgelcultuur. Geschreven vanuit een orkestrale gedachte en in een grote kathedraal. Ook hierin zijn volop keuzemogelijkheden en we begeven ons voor een ogenblik in de Notre-Dame van La Grande Combe. Speelhulpen als koppels en tremulanten zijn onmisbaar in deze stijlperiode. Maar de mogelijkheid om het grand orgue en positief van plaats te verwisselen, komen we niet vaak tegen. En hierdoor krijgen we nog meer dat Franse gevoel, récit, positief, grand orgue. Natuurlijk ontbreken ook de strijkers van het récit niet op de Vivaldi 350. Tot slot luisteren we nog naar de totale orgelklank waarmee Johannes u laat horen dat 5 eeuwen orgelcultuur zich laten vangen in 1 instrument, de Vivaldi.